dat er geen grenzen zijn tussen stijlen en genres. Het enige wat bepaalt of iets op een programma belandt of niet, is of wij het leuk vinden. En dat is heel bijzonder. Dat je mensen heel één op één laat genieten, zeg maar. Met of melancholiek, of met iets droevigs, of iets superblij. En toen waren we klaar met Veronica en Nancy's daar. En toen was er echt een stormachtig applaus. En het was echt van, wauw. En we zelf vonden het superleuk, maar dat iedereen het superleuk vond, dat was een verrassing. En er werd een soort een doos geopend, want ze braken de tent af en het hield niet meer op. Ik had altijd gedacht, nou ja, daar ga ik niet, daar ga ik van mijn leven niet bij. Nou ja, het is toch zo. Mijn wensen zijn om eigenlijk weer een nieuw, origineel, theatraal programma te gaan doen. Dan hoort men heel zacht, weltrusten, goenacht, nog even een kus voor het slapen gaan, als verronkert aan mij. Voor man is energie, niet alleen voor ons, maar ook voor het publiek. Ik vind het heerlijk. Dus ik ben hartstikke blij dat ik erbij ben. En ik wil je toevallig elke keer. Als je het dan op een gegeven moment uit gaat voeren, je brengt het op de bühne, dan merk je dat het publiek het toch minstens net zo leuk vindt als wij.